Welkom allemaal vanuit Zuid-Amerika. Deze prachtige dag. Ik ben Sjoerd de Vos. En samen met collega Jeroen Gunter naast me verzorg ik het commentaar bij deze wedstrijd. En zometeen gaan we samen met u kijken naar een competitiewedstrijd. Kortom, een wedstrijd die je niet mag missen. Dankjewel, Sjoerd. Ja, ze zullen goed uit de startblokken willen komen, hè? Beide teams. En ik denk dat je dat zult terugzien in de tactiek van de coaches. Vol op de aanval en hopen op een snelle voorsprong. Ik verwacht hoe dan ook een leuke wedstrijd. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten die erop gericht is de tegenstander onder druk te zetten. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als het gevaarlijk wordt. Eigenlijk al op de helft van de tegenstander. Zo kun je meteen gevaarlijk worden als je de bal verovert. Want je staat overal 1-1. De aftrap is genomen. We beginnen aan de eerste helft. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Deze bal levert geen probleem voor hem op. Hazard. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Alle ruimte voor een dribbel. Yuri Tielemans. Succesvolle tackle op de vleugel. Hazard. Kevin Volland. Een kans op een counter. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Bal gaat buiten. Inworp. Andrew Robertson. Dit kan maar eens een kans opleveren. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Nou, wat kan hij hiermee? En nu wordt het oppassen. Corentin Tolisso. Ja, nu kan er een counter komen. Eden Hazard. Kevin Volland. Die doelman moet opletten. Buitenspel. Nou, het zal een paar centimeter zijn, want ze leken op gelijke hoogte te staan. Het is ook maar net buitenspel. Hè? Anders zou het zeker een scoringsmogelijkheid zijn geweest. Eden Hazard, Charles Aranguiz, Robert Lewandowski, Kevin Volland. Doelpoging gestuurd door Radecki. Hazard met de hoekschop. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Hij wint het schot. Podolski, kans weer dichtbij. Maar Radecki weet die inzet te stoppen. Eden Hazard met de corner. Virgil van Dijk zit ertussen.
Wat gaat hij hiermee doen? Corentin Tolisso. Hij pakt hem. Bal naar het midden. Nee, hij komt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Zwakke paas. Linia recta naar de tegenstander. Lewandowski. Podolski. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. De speler is verbaasd dat het buitenspel is. Maar de scheidsrechter lijkt het zeker te weten. Kans weg. Ze leveren de bal in. Hazard. Charles Aranguiz. Kevin Volland. Daar komt hij. Goeie redding, zeg. Nee, deze keeper verras je niet. Met een schot van die afstand. Dat was een goed afstandsschot. Maar de keeper reageert adequaat. In het midden van de 16. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Blijft aan de bal. Waar gaat die doelman helemaal naartoe met die bal? Komt-ie! De speler blokkeert het schot. Nou, zeg, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Bal wordt voor het doel gebracht. Even goed opletten bij de inworp. Vanaf hier kan dat een kans opleveren. Kieran Trippier. Zou wel eens wat kunnen worden. Trippier. Goal. De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, kick verdiend. Inderdaad, zie je. Ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. Ah, moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Yuri Tielemans. Riyad Mahrez. Vervolgt zijn weg naar het doel. Eden Hazard weet hem niet in de ploeg te houden. Kevin Volland. Kevin De Bruyne. Yuri Tielemans. Kevin De Bruyne. Cruciale onderschepping. Charles Aranguiz. Lewandowski. Kevin Volland. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Hij weet precies waar de keeper zich ophoudt. Met veel precisie en beheersing schiet hij de bal vervolgens in de rechterhoek. Yuri Tielemans, Ilkay Gundogan, Van Dijk, Kevin De Bruyne. Kun Agüero. Agüero. Hij schiet de bal zo naar de tegenstander. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie.
Het team kan nu uitbreken. Chatli. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Yuri Tielemans. Sergio Aguero. Nasser Chatli. Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was de bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Kijk, hier geeft de scheidsrechter alsnog de gele kaart voor die actie. Dat doet hij op zich goed, hè? Hij laat doorspelen, maar hij heeft het wel onthouden en bestraft hem dan in tweede instantie. Jonas Hector. Lewandowski. Charles Aranguiz. En met de bal aan de voet de uitbraak. Kevin Volland. Een uitstekend doelpunt. Lekker om zo'n volley goed te raken. Ja, en ook die voorzet was uitstekend. Mooie aanval, technisch perfect. In één keer op de slof. En soef, raak. Ja, sublieme volley. Technisch perfect uitgevoerd. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Kevin de Bruyne. Lewandowski. İlkay Gundogan. Chatli. Is alweer even aan de bal. Mooie positie om een voorzet te geven. Schot gaat ruim naast. Volgende keer beter mikken. Lewandowski. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koekoek. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. En dat is 3. Nummer 3 voor hem. Ja, onvervalste hat-trick. Dat zijn van die geweldige momenten in de wedstrijd. Nog eens vanuit een andere hoek. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Sergio Aguero. Lewandowski brengt de bal voorwaarts. Oh, daar zit het doelman mooi tussen. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Jonas Hector. Lewandowski. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Kevin de Bruyne. Goed gezien van de scheidsrechter. Hij geeft Kevin de Bruyne voordeel. Nasser Chatli. Nog steeds aan de bal hier. Tegenpartij aan de bal. Ze geven de bal weg. Hij rukt op richting tegenstander. Yuri Tielemans. Oh, wat een boeier zeg. Nou, hij gaat wel over. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een ietsie-pitsie nauwkeurigheid. Charles Aranguiz.
Robert Lewandowski. Hazard. Komt steeds iets verder. Teamgenoot bij de eerste paal. Goeie redding, zeg. Corner voor het doel gebracht. Een uitstekende reactie van die doelman op de kopbal. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ilkay Gundogan. Ook deze paas is weer uitstekend. Slordig met het balbezit. Van Dijk. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? En de scheidsrechter laat die overtreding niet onbestraft. Hij geeft een gele kaart aan de keeper. De thuisploeg wordt op alle vlakken afgetroefd. Tot grote teleurstelling van de fans die hun spelers trakteren op een oorverdovende stilte. Hij gaat het proberen. Dat moet toch lukken, deze bal. De doelman keert die inzet. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Daar schiet hij op doel. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. De bal wordt ingeleverd. Kevin De Bruyne. Chatli. Yuri Tielemans. Die wordt echt goed gecombineerd. En het wachten is op een mogelijkheid. Schiet op doel. De speler blokkeert het schot. We krijgen 5 minuten blessuretijd. Nou, mag het ietsje pietje beheersen. Hij raakt die bal helemaal verkeerd. Lewandowski. Ze leveren de bal in. Hij schiet. Goed te doen ook voor Radjecki. Daar gaat het balbezit. Corentin Tolisso. Lewandowski. Ja, mooi gedaan, zeg. Hoekschop komt voor. Goed werk van die doelman. Hij komt op tijd uit en pakt die bal zo voor zijn voeten weg. Kevin Volland. De speler raakt het balbezit kwijt. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. Ja, dit is duidelijk niet de beste wedstrijd van Kun Agüero. Die cijfers, ja, die liegen niet, hè. Voor aanvallen van zijn kaliber creëert hij gewoon veel te weinig kansen. Het lukt hem maar niet om het doel onder vuur te nemen. En dat is natuurlijk wel nodig om deze achterstand weg te werken. En we gaan verder met de tweede helft. Afgaand op de eerste helft denk ik dat het niet spannend gaat worden. Andrew Robertson. Mooi moment om de bal voor te zetten. Ze geven de bal weg. Kevin Volland. Lewandowski. Wat gaat hij hiermee doen? Mooie positie om een voorzet te geven. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Daar zit iemand tussen bij dat schot. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. Nasser Chatli. Ilkay Gundogan. Kevin De Bruyne. Agüero. Chatli. Hij let goed op en onderschept die paas.
Kun Agüero. Na die tackle. Dit moet een goal zijn voor de Bruinen. En die bal zeilt naast het doel. Kevin Volland. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Ilkay Gundogan. Ze komen aan de bal. Hij rukt op richting tegenstander. Slordig met het balbezit. Gundogan zit daartussen. Lewandowski. Robert Lewandowski nog steeds met de bal. En ze komen weer aan de bal. Agüero. Oh, wordt ingeleverd. Kevin Volland. Lewandowski. Een sterke verdedigende actie. Waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Nasser Chatli. Juri Tielemans. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. De trainer heeft besloten om twee spelers te wisselen. Hoekschop wordt voorgegeven. Dit loopt dood. Dus geen gevaar voor de tegenstander. Riyad Mahrez. Daar is hulp van een teamgenoot. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Ja, nog maar een keer die bal verspeeld. Waarom niet? Eden Hazard. Lewandowski. Veel ruimte op de flank. Kevin Volland. Sterke tackle. Dat is niet de eerste keer. Dat heeft hij al vaker gedaan vandaag. Dejan Lovren. Ilkay Gundogan. Kevin De Bruyne. Phil Foden. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Deze counter, ja. Er loopt er niks uit. Ze zijn de bal kwijt. De grensrechter stond op één lijn. Oordeelt dat het buitenspel is. Let op, nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja, zie je het hoofd van die speler? Die dacht aan die kaart te ontsnappen. De scheidsrechter is ook niet gek, hè? Robert Lewandowski. En gassen langs de zijlijn. Naar de man bij de tweede paal. Heerlijke voorzet. En dan werkt hij er weer in met een fraaie volley. Ja, het ziet er altijd prachtig uit. En laten we eerlijk zijn, hij raakt hem ook gewoon goed. Wat een prachtige goal uit de volley. Ja, die zit er mooi in zeg. Technisch erg lastig. Maar perfect gedaan. Kan niet beter. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Riyad Mahrez. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Bal wordt via de vleugel gespeeld. Komt steeds meer naar voren. Wat kan Suarez met deze voorzet? Het gevaar is nog niet geweken. Ruimte voor de counter.
Theo Walcott. De verdedigers zijn terug in positie. Counter dus voorbij. En start die brommer maar. Kun Agüero. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Ja, hij neemt hem. Deze komt op het scorebord. Maar verder heeft het weinig om het lijf. Kijk nou toch eens. Wat een uitstekende paas. Hé, jij hebt kijk op voetbal, Siert. Het stelt hem inderdaad in staat om die bal direct op doel te schieten. Een andere hoek voor de herhaling. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Een klein straaltje zonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. Hun ploeg poetst de nul van het scorebord. Ja, een doekje voor het bloeden zal ik maar zeggen. Suarez. Lewandowski die staat daar bij de tweede paal. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Hij stoomt verderop. Phil Foden. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Phil Foden. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Wat gaat hij nu doen? Slordig met het balbezit. Zeeën van ruimte voor zich. De verdediger zorgt ervoor dat er geen voorzet komt. Goed gedaan. Haha, deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. De coach zal tevreden over hem zijn. Dat kan haast niet anders, want hij doet meer dan uitstekend zijn werk op het middenveld. Is bij veel aanvallen betrokken en heeft ook al een assist op zijn naam staan. Hazard met de hoekschop. Die bal wordt weggestopt door de doelman. En nog steeds loopt het spel verder. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. Een enorme duik voor die doelman. Komt de hoekschop in het midden. Schitterend gepaasd met een hakje. Daar schiet hij. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè. Anders was het een doelpunt geweest. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Lewandowski. Ja, kans voor Lewandowski. Onderweg aangeraakt. We gaan een hoekschop nemen. Radecki moet blijven opletten. En nu wordt het oppassen. Neuer. Nog steeds aan de bal hier. Ik denk, komt-ie. De bal gaat via een verdediger het doel in. Maar wacht eens, die bal raakt de speler nog voordat hij het doel ingaat. Ja, ik zie dat. Wat een pech zeg. Maar soms gebeurt dat gewoon. Kun je weinig aan doen. Nog eens vanuit een andere hoek. En bij deze aftrap is de stand 6-1.
En start die brommer maar. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Bal via Neuer. Het spel gaat verder. Netjes die bal weggewerkt. Podolski. Knappe verdedigende actie. En weer een balbezit. Andrew Robertson. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Houdt de bal vast. Corentin Tolisso. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij schermt de bal goed af. Ilkay Gundogan. Phil Foden. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Ja, nu kan er een counter komen. De bal gaat richting Luis Suarez. Gekeerd door Radicki. Het spel gaat verder. Kevin de Bruyne. Theo Walcott komt steeds meer naar voren. Een tackle die goed afloopt. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Er wordt een speler vervangen. Suarez. Hij rukt op richting tegenstander. De verdediger weet de voorzet te blokkeren. Luis Suarez. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Kan een doelpunt worden. Die gaat er mooi in, zeg. Dit doelpunt in de blessuretijd is... alleen om de uitslag nog iets mooier te maken, zal het eigenlijk toch al geworden. Altijd prachtige doelpunten die met een volley gemaakt worden. En dat is al niet zo simpel hoor. Behalve dan voor deze speler misschien. Een andere hoek voor de herhaling. Nu is de wedstrijd al gespeeld, nu ze de voorsprong nog groter maken. Aguero. Kevin de Bruyne. Ilkay Gundogan. Slordig met het balbezit. Hazard. Die voorzet bereikt zijn doel niet door die verdediger. In het midden van de 16. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. Ilkay Gundogan. Theo Walcott. Het duel is gespeeld. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Hij heeft zijn uitstekende optreden van vorige week een passend vervolg gegeven. Hey,